Onze ambassadeur, voormalig topsporter Stefan Groothuis, weet uit eigen ervaring hoe groot de impact van een psychische kwetsbaarheid op je leven kan zijn. In 2011 krijgt Stefan een zware depressie, waardoor zijn liefde voor het schaatsen en het leven ver te zoeken is. Een zware depressie is iets verschrikkelijk. Het is in en in pikzwart. Het is gewoon echt letterlijk of er een soort zwarte sluier over alles heen ligt. Ik herinner me ook echt alsof niks is meer mooi. Dat is het misschien. Niks is meer bijzonder. Alles was gewoon deprimerend. De hel op aarde. De hel in je hoofd. Langzaam krabbelt Stefan op. En als na een half jaar het schaatsseizoen begint, wint hij zijn schaatsen onder en trekt de zwarte sluier op. Door het delen van zijn kwetsbaarheden, het zoeken van de juiste begeleiding en door op een andere manier met zijn ambities om te gaan, vindt hij de weg terug naar de top. Kijk naar de snelheden. Groot is nu al in de bocht. Hielen is kapot. En doorstampen, doorstampen. 1,889, daar ligt de streep. En hij is voor. Oh, Groot is geweldig. En daar komt 1,839. Wat een tijd. Onwaarschijnlijk. Uiteindelijk wint Stefan Olympisch goud op de 1000 meter. Hij weet dus als geen ander dat een psychische kwetsbaarheid een carrière niet hoeft uit te sluiten. We kennen allemaal wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Of je het nou zelf bent, je buurman of een familielid, 1 op de 3 mensen krijgt te maken in zijn leven met psychische klachten. En dat betekent niet dat je niet kan werken of blijven werken. Ik zet mij als ambassadeur van Sterkte Werk graag in voor een gezonde mentale werkvloer. Open kunnen zijn over je psychische kwetsbaarheden en aan kunnen geven wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren is gewoon heel belangrijk. Daarom geef ik samen met Hoofdzaak Werk een workshop voor werkgevers die openstaan voor dit project. Ben jij zo'n werkgever en ken jij een collega werkgever die ook openstaat voor het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Meld je dan nu aan voor de gratis workshop op www.sterkdoorwerk.nl.